prins en prinsessen, welkom bij het leven van een prins. En Anno. En vandaag voor het eerst vanuit onze nieuwe studio. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij bevalt me zo goed, ik denk dat ik hier niet meer weg ga. En lekker, dan heb ik het bed voor mezelf. Oh ja, dus we gaan zo, ja. Komootjes zijn zeker al klaar. Voor mijn verhuizing richting de studio. Schat, dan red ik het niet meer met komen. Dus ik heb een halve verhuiswagen nodig. Dat is ook wel heel waar. Dus ik blijf voortaan aan deze kant van het huis. En zij krijgt de andere kant van het huis. Het is een beetje ieder onze eigen vleugel. Zeg maar de oostvleugel, westvleugel, een beetje dat idee. Ja. Beetje Juliaantje en Bernard. Ach, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Maar daarvoor zitten we hier vandaag niet. Nee, we zitten hier omdat we een aantal video's geleden hebben wij een American Candy Store tour gedaan in Amsterdam. We zijn begonnen op Leidsplein, Kalverstraat, of tenminste Leidstraat, Kalverstraat, Nieuwe Dijk, Damstraat. En daar hebben we heel veel snoepwinkeltjes gehad. We zijn begonnen bij Eigholtz. Dat is de oudste van Amsterdam. Het merk bestaat al sinds 1888. Maar 35 jaar geleden zijn hun begonnen met de verkoop van buitenlandse snoepsoorten. Dan voornamelijk Amerika. En we zijn geëindigd bij Kingdom of Sweets. Nou, wat we in het vorige videootje niet konden laten zien of laten horen, is dat het echt een hele gave zaak is, ook binnen, omdat namelijk de muziek knijterhard staat. Het is echt, je komt binnen en je zit in een of andere housegate. Ah, het was echt gewoon super gaaf. Alleen ja, de rechten. Dus wil je het ervaren, ga zelf naar Kingdom of Sweets op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Wat wel zo was, is dat wij kunnen slecht kiezen. Als wij een winkel inlopen, zeker snoepwinkels, en wij zien heel veel lekkere dingen, dan nemen wij ook heel veel lekkere dingen mee naar huis. Met als gevolg, ik zal even een klein screenshotje laten zien wat hier allemaal staat. Veel, ja, heel veel. En we gaan eigenlijk een beetje beginnen met de cakejes, de snoepjes, de roll-ups. En dan gaan we door naar de chips en ontbijtgranen. Want ja, roll-ups zijn natuurlijk ook niet onbelangrijk. Takis. En we eindigen natuurlijk bij het avondeten, oftewel de macaroni en cheese. Dan hebben we ook nog drinken erbij. We hebben drie soorten warheads om te proberen vandaag. En we hebben, zoals we al hebben laten zien in het vorige videootje, twee soorten Kool-Aid. Dat was sinaasappel en die andere was... Persikmango. Het voordeel is, het is een geheel suikervrij drankje. Want je doet dus zo'n zakje poeder, doe je erin. Met een kopje suiker en twee kleine flesjes water. Dan krijg je dit. En ik denk dat het glazuur van onze tanden afklapt. Maar we gaan het proberen. Maar eerst gaan we beginnen met het meest, nou ja, toch wel bekende Amerikaanse snackje, cakeje wat we kennen. En dan denken heel veel mensen aan de Echo's. Sinds Stranger Things denkt iedereen in Echo's, want voor degenen die het niet volgen, Eleven is heel erg fan van Echo's. Die komen uit de vriezer vandaan. Ze hadden ze hier in Nederland wel mini-wafeltjes, maar niet de echte. Ik had ze graag willen proberen en misschien dat we, als we ze ooit tegenkomen, dan gaan we dat alsnog een keer proberen. Maar nu even niet. Helaas, we hadden het niet. Nee. Dus we gaan beginnen met iets anders, echt traditioneels Amerikaans. En dat zijn natuurlijk de Twinkies. Ja. Want ja, een Twinkie, dat is dat cakeje, dat moet je in één keer in je mond stoppen. Zeggen ze. Ja, want dat is voor de beleving. Nou, wij gaan gewoon een hapje nemen. Ja. Marielle, jij mag als eerste kiezen welke Twinkie gaan we doen. Nou, laten we beginnen met chocola. Chocola, ach, wat chocola. Ik ben heel benieuwd. Laten wij beginnen. Nou. Hey, die hebben we lang niet gehoord. Voor de tijd. Dat is best oké. Chocola. Oh. Is chocola. Chocola. Ik zeg op naar de volgende. Ja. Want dat is nummer 2 van de Twinkies. Geen idee. Het kan banaan, aardbei of gewoon de originele Twinkies zijn. Oké. Nou, ben benieuwd. Maar... ik hoop dat we de originele te pakken hebben. Dit is... ik denk dat de Amerikanen dit heel lekker vinden. Nee, maar ik snap nu wel waarom het dus in één keer in je mond moet. Ja, is dat het? Nou, ik ben niet geneigd om nog een hapje te nemen. Nee, ik ook niet. Wat trouwens ook wel grappig is, is dat de echte Twinkies, die herken je aan de drie gaatjes onderin. Die worden ze namelijk gevuld. En zoals hier zie je niet dat het roze is. Dus we hebben het hier absoluut niet over de aardbeien. Ja. Proost. Proost. Bon appétit. Nou.
nee, deze ga ik niet laten proeven. Maar ja, deze vind ik echt zo niet lekker. Laat hem dan maar proberen, want dan moet het daarna zijn. Ja, absoluut. Ik zeg dikke 10. Ja. Echt waar, dit is wel lekker. Nou, deze is lekker. Ik vond die chocola ook wel lekker. En deze ook, maar die gewoon. Lekker ook gewoon iets eentje over maken, want volgens mij ken ik dat wel. Ja, ik moet kijken hoe handig ik ben. Ja, laat je mij prutsen hier aan met een schaar? Dat vind ik leuk. Ik heb het vorige keer gezien met dat Aziatisch, hoe handig je bent met een schaar. Weet je wat leuk is? Nou mag ik ook eens een keer als eerste proeven. Ik gok dat dit aardbei is. Ja, ik denk dat het goed gegokt is. Oeh. 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 Het is een klein beetje geefisch. Een heel klein beetje. Nou. Nee. Nee. Chocolade, banaan. Ja, dat kan trouwens. Dat is wel een goed idee. Want dan maken we even een garnaasje erbij. En dan gaan we met een niet al te zoet drankje. Ik wil zeggen, hoewel ik bang ben dat deze net zo chemisch gaat zijn. Maar... Kijk, moeder. Even kijken. Nou, anders schat. Ja, weet je het zeker? Ja, dat denk ik wel. Ik kan altijd nog meer pakken als het wel lekker is. Ja, we gaan beginnen met een Cool Eight sinaasappel. Ik zeg... Salut. Proost. Proost. Het ruikt gewoon al. Nou, dat was in ieder geval goed genoeg dat drinken. Wie zijn beurt is het eigenlijk om wat te pakken? Nou, het was mijn voorstel eigenlijk een beetje om de Twinkies, hoewel... Ja, was ook maar ik. En dat we het erover hadden, dacht ik Twinkies. Nou, is het jouw beurt. Oké, nou dan ga ik voor het meest geëikte Amerikaanse candybarretje wat er is. Oftewel de Baby Ruth. Ik vraag me alleen af, zou dat nou naar die hondballen vernoemd zijn? Baby Ruth. Of is dat gewoon toeval dat dit al bestond? Geen of is hij vernoemd naar dit? Ik heb geen idee, maar ik zou zeggen zoek het op en zet het ergens... Ja, zet ik wel even onder in de comments of het dus wel of niet vernoemd is naar Baby Ruth of Baby Ruth omgekeerd. Ja, ik ben heel benieuwd. Nee. Deze ken ik toevallig ook, ik weet, maar die best heel lekker is namelijk. Ja. Ja. Mooi, die gaat op mijn stapel. Oké, korte omschrijving. Het is geen Dutch, het is geen Snicker, het is geen Mars, het is van alles een beetje. Het zit er tussenin. Ja, het zit er tussenin. Het is met nootjes en noga en chocola. Maar echt wel oké om te doen. Ja. Dus nou, dan was het jouw beurt weer, hè? Ik heb mijn mond nog niet eens leeg. Nee, maar in de tussentijd kun je wel wat openmaken. Bijvoorbeeld de Rocky Road of zo. Nee. Of, nee? Ik ben eigenlijk hier wel heel benieuwd naar. Banana. Dus we hebben eigenlijk al even meegenomen omdat we hem grappig vonden. Ja. En hoe heet die? Bonkers Banana. Spray. Ja. Oh, het is nog spray ook. Ja. Oh, dat is lachen, zeg. Nou, eens even kijken. Ja, dit hebben we vroeger, dat ik klein was. Ja, ook ik ben klein geweest. Jij bent trouwens nog steeds heel klein. Maar, niet aardig. Nou ja, 1,10 meter is best heel klein. maar dan hadden we dit ook. Dan had je ook van die kauwgom, die kleine tubetjes. En je had dus inderdaad sprays. Maar ik heb er nooit een bananenspray gehad, dus ik ben heel benieuwd. Als ik het zo zie, dan heb ik er al geen zin mee. Nou ja. Ik neem nog even een slokje suikerwater. Ik vind het, ja. Ik vind het niet vies, maar het is zoals gewoon maar chemisch. Super chemisch. En het smaakt naar banaan. Het is ook heel zuur. Ja, nou, ik zou zeggen hier bij deze... Die mag op jouw stapeltje. Nou ja, dank u. Dan gaan we nu voor Abba, Abba, Yazabba. Wat was dat Abba-Kabba? Nou, ik vond deze ook wel heel leuk, deze versie. Is het chocola geweest? Ik heb geen idee. Nou, ik nam de verpakking een beetje vol. Oh, nee. Het is... Oh, Abba-Zabba. Dat iedereen denkt waarom ik Abba-Kabba begon te zingen. Ja, het leek er een beetje. Op het moment dat je agressief wordt van snoep. Oh, er zit er wat in ook. Oh. Ach, hé. Ja. Mmm. Mmm.
smaakt naar niks. Je moet zo apart. Ik proef echt niks. Ik denk dat dit wat zijn omschrijft, is gewoon noga. Ja, met een vleugje pindakaas of zo. Het is ja, zoiets. Nee. Ik word er niet gelukkig van. Nou, vind ik niet over. Verkeerd. Het staat er ook gewoon echt niet op. Je vindt het niet verkeerd dat het naar niks smaakt. Nou ja, wat is dan verkeerd aan te vinden? Nee, dat is waar. Het is net een glas water. Het smaakt naar water. Ja. En water smaakt, hè? Niks. Nou kan ik zeggen, als je in Muiden woont, is dat niet helemaal waar. In Muiden zijn wel meer dingen anders. Ik bedoel, we hoesten hier niet van het roken, maar van de verse lucht buiten. Ja. Dus, maar de volgende, jouw beurt. Er zijn wel twee dingen die moeten even tot het laatste bewaren, want dat is hot. Anders proeven we helemaal niks meer, volgens mij. Nou, dan wil ik eigenlijk, want ik ben de chocola, heb ik nou eigenlijk wel alweer even de ding. Ja. Die. Roll-ups. Ja, dat is echt. Voor. Ik heb ze al in het eten gehad. Ik moet zeggen, ik vind het heel lekker. Heel slecht aan te komen. Even zaakjes. Dus ik was heel gelukkig dat we ze in het allereerste winkeltje waar we waren bij Eichholz dus vonden. Dus die gingen absoluut het mandje in. Maar. Oh, dat was dat waar ik van dacht dat het van Cyber Strange Things was. Wat is ja, heel snel gewoon. Dat, dat is ook roll-up, maar dat is andere roll-up dan is, dit. Dat kun je ook oprollen. Ja, maar dat is geen roll-up. Dat heet, oh, dat heet anders. Roll down. Ja, zoiets. Roll-off. Roll-under. Nee, roll-off, dat was van de Little People. Roll-up. Ja, nee, het werkt echt supergoed dit spel. Het is ook warm geweest. Ja, maar dat is met het hele zakje is dat geweest. Dat rugzakje, daar smolt ongeveer alles uit. Nou ja, er zit dus officieel zeg maar een soort van... oh kijk, komt ie. Joehoe. Daar komt ze. Kijk, er zit een tongtattoo in. Hoe leuk is dat? Je zit sowieso onder de plakplaatjes, ken je ook op je tong? Ja, nee, eens, maar ik vind het bijzonder. Heel leuk. Dat is enig. Je moet even geduld hebben, maar neem je ook wat hier. Weet je, ik ben er echt klaar mee. Het duurt me nog niet te lang. Ga jij maar kijken of je een... Tjonge. Sterk spul, hè? Nou ja, als het helemaal gesmolten is geweest en dan weer... Nou, kijk jij maar of je een soort van half oog of zo op je tong kan krijgen. Hoe ze eruit? Ja. Ik ga het proberen. Zo. Oké. Okay. Probeer maar. Ik ga even kijken of ik iets van ik weet niet wat dit is. Nee. Nou, niks. Mislukt. Nou, gewoon een kop eten. Dit is wel heel erg lekker. Even zonder dolle. Het is van die aardbeienkersenachtige. Dat doet me ook in het Nederlands een beetje denken aan die zure matten, maar dan zonder dat ze zuur zijn. Dus ja. Het is een beetje net als wat ik altijd met fruittellen doe. Ja. Ik druk mijn fruittellen altijd plat en dan trek ik ze uit en dan krijg je een beetje dit effect. Ja, het is wel gesolliciteerd bij de Pizza Kitchen, omdat ze zo goed kan uittrekken met de fruittellen. Nee, dat is erg lekker. Ja, ik wil eigenlijk meteen een toetje doorgaan. Dit vond ik wel heel grappig. Die heb ik uitgekozen. Dat zijn dessertpastilles. En je hebt er geen lepel meer nodig. No spoon required. En ze zijn vegan friendly. Dat is eigenlijk, we zijn geen vegan, maar we zijn wel heel vriendelijk tegen vegans. Dat staat er eigenlijk op. Zien er zo uit. En nou. Ik krijg gewoon niet. Hij heeft het heel druk met zijn zakje, met zijn... Je moet van tevoren inspecteren. De dessertsnoepjes. Oh god, wat aardig van je. Wat lief. Dat is heel bijzonder. Ik heb appel of zo. Heb jij groene? Ja.
Vier smaakjes. Cherry Bakewell, blueberry pie, mango sorbet en apple crumble. Nou, bij deze. Ik vind ze wel oké, okay, een beetje vreemd. Dit is echt een smaak die wij hier niet kennen. Maar wel lekker. Even tussendoor, want dan wordt het echt een onwijs lang videootje. Zullen we dit een andere keer opnemen, het laatste stukje? Want ik ben een beetje bang. Want anders de 25, 30 minuten, er zit ook niemand op te wachten. Nee. Hou het even lekker bij de snoep en dan doen we die gewoon een andere keer. Ja, we kunnen deze ook gewoon daarbij doen. Het is ook hot, hot, hot. Ja, maar kijk, wel even komen. Want ik zat me eigenlijk het meeste verheugen op dit gedeelte. Want het is namelijk allemaal met kaneel en ik ben echt zo gek. Ik heb ook al jarenlang dat ik van die American Cinnamon Gum kaneelkauwgom. Echt wauw. Maar je mag het volgende dingetje openen. Nou, zullen we gewoon voor de hele klassieke Rocky Road? Ja, dat is de enige die ik echt niet ken. Nou, trouwens, ik heb deze ook niet. Maar dat zijn de Three Musketeers. Je hebt ooit wel eens van Rocky Road gehoord? Nee. Rocky Road is eigenlijk gewoon chocola. Waar je van alles doormiet hebt. Dus marshmallows en nootjes. En, nou, weet, Road is het Engels voor weg en Rocky, dat is een bokser. Ja, ze hebben in Amerika ook geen van. Oh, nee, dat zegt me helemaal deze niet. Deze heeft ook een ander modelletje dan dat die hoort. Het is wel een beetje allemaal snoep met oorlogsverleden. Wie wilde er nou ook met 35 graden naar Amsterdam? Jij. Niet? Oh. Jij. En een hete tram in alles en zo. Oh, dit is van het liedje. Take me home, Rocky Road. Oh, maar dit ken ik. Dit qua concept. Dit kennen we ook gewoon als Belgische spekker. Maar dan met chocolade mee. Maar dit smaakt wel anders. Met marshmallow waarschijnlijk. Ik vind het heel lekker. Maar de Rocky Road die ik ken, het is echt gewoon chocola met stukken spul erin. Niet te doen. Daarom zeggen ze ook Rocky Road, omdat het dus allemaal klontjes en dingetjes en pruttelsjes in zitten. Dit was echt het lekkerste tot op heden. Ik vind het heel lekker. Dit doet me een beetje denken aan Puff, die marshmallow pasta die je ook op brood kan doen. Die is ook zo, of Fluff. Dat doet het een beetje naar smaken. En dan inderdaad met een licht donkere chocolade eroverheen. Ja, erg nee. Lekker. Zoals ik al zei, één voor allen. En alles voor mij alleen. De Drie Musketeers. Ik ga ondertussen ook even een ander smaakje drinken. Oh ja, we hebben natuurlijk nog gesmaakt. Als jij die nou openmaakt, dan doe ik er eens even. Dit was welke smaak krijgen we nu? Die mango persik? Ja, mango persik smaak. Ja. Nou, is die net zo chemisch als die... Ach, wat is chemisch, hè? Die sinaasappel. Dan wordt het echt weer genieten tot tot net. Ja, tot de laatste druppel. Genieten nou. Tot max. Lekker. Dat is wel leuk. Ze houdt helemaal niet van Formule 1, maar ze hebben het altijd over Max. Nou, proost maar weer. Deze ruikt ook heftig. Dit ruikt naar een bloementuin. Gadverdamme. Ik ga geen slokje proberen, maar hij is dit samengesteld door een biochemicus. Nee, dat is echt zo niet oké. Okay. Nou, ja, nou dat. Het is echt, nee, deze is echt niet lekker. Ik ga hem even wegspoelen met een musketeer. Oh, wat vuur zit daar. Ja, dit is echt niet oké. Okay. Sorry, dit is net een hondentuin. De sinaasappel is echt oké. Okay. Dit is ook niet lekker. Nee, ik vind het een beetje niet gelukt. Milky Way af. Oh, ik weet al wat het is, waar het naar smaakt. Ik heb een tijdje dieet gedaan. Koolhydraten. Gaat smaak lachen. Ik heb een tijdje koolhydratenarm dieet gedaan. En dan had je van die zogenaamde chocolade op peppers. Dat zat er een nul koolhydraten in en bladibla. En heel erg ver weg smaakte dat ergens naar cacao fantasie. Ja. Dit. Dat zeg ik, het is. Het lijkt een beetje op een soort milkje, een donkere Milky Way, maar het is een beetje plakkerig. Ja, nee. Not our cup of tea. Niet helemaal. U bent aan de beurt. Deze natuurlijk. De Laffy Taffy. Laffy Taffy. Laffy Taffy. Laffy Taffy, oké.
Helemaal zo bijzonder dan een Laffy Taffy? Geen idee, maar je hoort er wel vaker wat over. Dus ik heb ook, deze heb ik ook nog nooit gehad, dus ik heb geen idee. Oké, dit lijkt een beetje... Ik ben onderhand een beetje misselijk te worden van Hollandse Hond. Nou, ik wou het niet zeggen, maar... Ik moet er überhaupt niet eens meer aan denken, om zo direct nog een ontbijtbordje met Fruit Loops op te eten. Dit hebben wij ook. Soort van. Je kunt echt nergens van smaken. Echt wel. Een beetje muffig. Chemisch. Welkom in de United States of America. Alles is chemisch. Maar nou, dit kennen wij ook wel. Ik zit na te denken hoe het hier heet. Ik weet het al. Het zijn ook die stavies. We hebben rood sowieso. Ook met dat zo'n zin, zo'n binnenkantje. Ik weet wat het smaakt. Plat, breed. Altijd in die goedkope snoepzakjes die je vroeger had. Zijn dat dingen, dan moest je dan dat papiertje afhalen. Dat was een beetje kauwgomachtige substanties. Zo breed, zo plat. En daar bleef ik altijd het papier aan plakken, omdat er nooit vetvrij papier is erop zitten. En dan moest je dat ook zo kauwen. Het was net zo muffig van smaak als dit. Dus ik vind het een no-go. Ah, goed. Dit was ook gewoon een hele leuke mystery swirl. Nou, de mystery is er. Ja, we weten geen twee. Wat de smaak moet zijn. Nou, dan gaan we nu, want we direct gaan we eventjes naar de kennel afdeling. De kennel. De warheads. Ja, we gaan nu naar de warheads. En zo leuk. Mag allemaal in onze studio. Zo leuk. Oh, er zijn wel verschillende smaakjes. Welke wil jij? Je hebt watermelon. Je moet er wel even bij zeggen dat warheads dus, er staat ook op extreme sour. Nou, daar doe ik het al onwijs goed op. Oké, wil je black cherry, watermelon, sugar high, apple, dit is blue raspberry, dan hebben we nog lemon. Ja, natuurlijk. Nou, dan hebben we ze allemaal gehad. Ja, lemon. Nou, ik hoef in ieder geval geen watermelon. Nee, ik ook niet. Ik ga lekker voor de lemon. Nou, dan ga ik voor de enige blauwe die ertussen zit. Dat is de black apple? Black ja, curry. Black raspberry. Die was het. Nee, blijkt niet. Blue raspberry. Ik krijg hem niet eens open. Nou, hoe heb ik het? Slecht. Ja, ik krijg hem echt niet open. Je zit je eentje te kwellen hier. Oh, auw. Staat op extreme sour. Het is wat extreem zuur. Wow. Wow. Oh, wajo. Oh, dit is zuur zeg. Oh, dit is niet goed. Nee, dit is echt niet goed. Ik denk dat we ook veel te oud worden voor dit soort filmpjes. Oh, dat was zeer. Het is echt heel vies. Nou ja, vies, het is niet heel vies, het is gewoon extreem zuur. Het brandt gewoon een beetje ook in je keel. Nou ja. Oh, mijn god. Weet je wat nou het leuk is? Oh. In het volgende filmpje. We hebben dus drie drankjes hiervan. En dat is één is ook sour lemon soda, sour green apple soda en black cherry soda. Wow, dit was heftig. Ja. Nou ja, als we dan toch bezig zijn. Jelly beans, de enige echte jelly beans. En dan hebben we de smaak hot cinnamon. En nou ja, jonge dame. Mag je u aanbieden. Zullen we anders eerst even dus een klein beetje de mond neutraliseren? Het is echt niet te doen. Oh, ik vind het zo knap mensen kunnen. Ja, dit vind ik ook heel knap. Dat doet me ook een beetje denken vroeger met zo'n lolly in zo'n zakje. Nou, dat is niet zo zuur als dit. Nee, dat dit is gewoon echt gewoon, het lijkt wel van dat, hoe noem je dat? Acid, in Amerika was ze van dat, veel waar ze dat, nou ja, niet alleen in Amerika, maar waar ze dat van maken. Nou, ik denk dat je hier ook bij schoonmaken. Ik denk het ook. Ja. Dus.
Je kunstgebied, je knapt wel lekker van op. Dus dat. Gebruikt u Prodent White? Nee. Oh nee, Sourheads. Klein stuk venijn. Denk jij? Het is kneel. Kneel? Wat is het? Kaneel. Kauw er maar even op. Wat denk je dat ik aan het doen ben? Maar hij is best pittig. Ja, gewoon lekker. Ja. Hij is een beetje als de kaneelkavel die ik ook heb. Ja, of die fireballs die hadden bij me. Turn the heat up. Ik moet wel zeggen, het komt weer allemaal lekker los. One, number one American cinnamon candy, hot tamales, fierce cinnamon, flavored chewy cans. Dus ik ben heel benieuwd. Here's yours. Hey, zo erg als die zure kringen kan ik niet. Nee, dat is waar. Meteen op kou, meteen stoelen. Deze zijn wel heter dan die andere, Jan. Ja. Ja. Maar nog steeds extreem heet. Nou, ik vind het licht pittig, hoor. Ja, licht pittig. Gewoon lekker. Ja. Wat zeg ik? Het smaakt een beetje naar die fireballs. Of van die, dingen die wij ook kennen. Ja. Okay. Nou, wat we weten... is dat Amerikaanse snoep, want we hebben nu in ieder geval even al het snoep getest, is toch heel anders dan het Nederlandse / Europese snoep wat we hebben. Er zaten hele lekkere dingen bij. Ik vond de Rocky Roads echt wauw. De Jelly Beans Hot Cinnamon en die Hot Tamales prima goed te doen. Babe Root. Dus gewoon oké. Okay. De cakejes. Oh, ze waren heel lekker. Ja, die vond jij inderdaad heel lekker. Ik vond ze ook wel oké. Okay. Love you, Taffy, nooit meer doen. Echt wel. Ja. Die mag zij straks wel weten. Al met al, de smaak van de Amerikanen is heel anders dan die van ons. Maar volgende week gaan we gewoon dit testen. De macaroni cheese, de Takis hebben we ook. We hebben de Warriors drinken. We hebben Fruit Loops. We hebben echt alleen maar lekkere dingen, zeggen ze. Daar kijk ik nu al een beetje tegenop. Nu ja. Met die Warheads hebben geprobeerd. Dus ja, want dat was wel het ultieme. Toch het ergste zo'n beetje wat erbij zat. Dat waren de Extreme Sours. Hiermee zijn we gewoon lekker aan een eind gekomen voor deze Het Leven van een Prins. En Anna. Dus wij kunnen alleen maar zeggen, vind je het leuk wat we doen? Abonneer je alsjeblieft op ons kanaal. Zet het belletje hierboven aan. Dan krijg je elke keer een melding zodra we iets nieuws uploaden. Oftewel dan krijg je een push-melding. En dit was het voor deze keer. Dus tot de volgende knoop. Doei!